Welkom allemaal, ik ben Uberra, ik ben 12 jaar. Ik zit in het zesde leerjaar bij Sabrina in basisschool De Panda. Op een dag kwam Els van de hoofdschool en Peggy in onze klas en hebben een filmpje getoond aan ons. In die filmpje vroeg onze schepen van onderwijs Elke de Kruijnagel of dat nu Gent een toffe wijk was. Voor dat te bewijzen kregen we drie opdrachten. De eerste opdracht was dat we als bijvoorbeeld iemand in Nieuw-Gent komt verhuizen en als ze wil weten wat onze leukste plekken en zo is, moesten wij dat laten tonen door foto's van onze favoriete plek te trekken. Dat hebben we gedaan aan de hand van een tablet. We hebben dat bewerkt met het app Pixlr Express. Daartussen hebben wij ook een Skype-gesprek gehad met de schepen van onderwijs. We hebben hulp gekregen van Thibaut. We hebben ook postkaartjes in jullie postbus gestopt met vriendelijke slogans. We hebben ook een flashmob gehouden op verschillende plaatsen in onze week. Wow. Ik ben Romeo. Ik zit op support RM. Heel goed geschoten trouwens. Prima. Opdracht 2 was dat we een trotsfilm maakten over onze school. Het is heel goed gelukt. U kunt ze ook bekijken op de site. NewHentryLive.com. Er zijn verschillende filmpjes gemaakt. Ze waren allemaal heel leuk. Onder andere die van Lies, Hadouti en onder Jean. Die was, vond ik zelf heel leuk. Het is ons heel goed gelukt. En het was een heel leuke ervaring om dat te doen. En we hebben ook met de tablet gewerkt. En videopads gebruikt. Het was heel leuk om te doen. En het was een heel leuke opdracht. Op een dag kwam Tijl bij ons langs van Mediaraven en die legde onze opdracht uit. De opdracht was een presentatie maken over jezelf en over hoe je andere mensen uit Nieuw-Gent die kwamen wonen kon helpen. Bijvoorbeeld waar mensen bij jou terecht konden, voor wat ook. En we hebben daarvoor ook de tablet gebruikt. De app Pixlr Express en VideoPad 3. We hebben ook nieuwe dingen geleerd bij opdracht 1 en 2. En die hebben we toegepast bij opdracht 3. En dat is bijvoorbeeld geen muziek op je film geplaatst terwijl je aan het praten bent. En iemand uit mijn klas had een filmpje gemaakt met wendebandjes. En zo'n slang die daar overkroop dan. En dat was mijn favoriet. Ja, we hebben een compilatiefilmpje gemaakt van de resultaten van die prachtige dingen waar dat zij over vertelde. Als het goed gaat, gaat dat hier een tijdje in de wachtzaal getoond worden aan mensen die er ondertussen zitten te wachten. Maar je kan het ook altijd op onze website bekijken, nieuwgentwelike.weebly.com. En we gaan een keer kijken, hè.